Goedemorgen, Dirk. Hey Jan. Hey kerel, mooi. In de wachtruimte. Ja, mooi hè. Net als je het een beetje bij... Ja, een beetje zo, hier. Oh, wacht even. Wat is er? Oh, Joyce komt er aan. Oh, Joyce. Ik zie nog niks. Oh, daar is ze. Goeiedag. Wat is mooi dit op, nou? Joyce. Wat? Ik ben wel blij hier, joh. Wat? Wat is dit? Is je horg? Nee. Ik had zin in gebak. Oh, en nou, Evelien ook. Dus, ja. Oké. Okay. Maar is er een handeltje of zo? Is de... Nee, vanmiddag. Waar is de maas? Ik ben aan het filmen geweest. Zo. Maar wat zijn jullie attent, ja, met die deuren en zo? Oh. En wat open houden of zo. Okay. Ja. Dat is tip voor volgende keer. Ja, nou. Leg spultje maar even neer. Ja, ik kijk er dus de rest dus een tasje. Hoe heb ik dit bedacht ook? Ja. Zo. Is dat fiets? Nee. Dat was dan nog het biepkom. Ja. Maar dus, stukje taart? Ja, wat voor soort is dan hoor? Ja, aardbei en rijstenvlaai. Oh ja, ik kom maar altijd een beetje van de rijst, hè? Ik ja? ook. Ja, ik ben van de rijst. Ja, ja. Oeh, neem hem niet noemen. Ja. Straks even een snijtje, hoor. Joyce. Oh. Deze mag jij, Jan. Dank u. Kies toch wel even. Zet maar neer, hoor, mevrouw. Ah. Oké, nou, eet smakelijk, mensen. En dan morgen nog een zwaak. Ja, precies. Oeh. Wie ben kinderwaarzen? Ja, ga niet meer. Hé Joyce, mooi hè? Doei. Ga je wel gebruiken. Waan de vrijheid is ons paard. En oorlogsklaar is waar ik ben. Hoe ik mijn rust weer vinden kan. Al is het koud, naar en gries. Dit is voor mij het paradies. Oh, Dirk, wacht even. Oh! Dat is hem, jong. Ik zie een bord. Wat? Ja. Is dat een bus al? Ja, een bus, ja. Wie heeft dan bus? En kijk eens voor je. Ja. Ja, maar wie heeft dan bus? Is toch bus? Oh, oké. Okay. Nou ja, prima, joh. Ja, busje. Gaan we door. Ah. Sorry, hoor. Ik zag net... Zag ik Paul Beunenhoes niet aan het beton draaien, zeg maar. Oké. Okay. Een stukje verderop. Ik kwam nog net langs. En ik kijk wat ze aan ze hebben. Oh, kijk. Hier mag wezen? Ja. Ze hebben ons nog weinig gehoord, ja. Oké, dat is mooi. Ja, dat is altijd mooi. Overval. Ja. Ja, wie zijn jullie ook wel? Ja. Waar zijn je mans? Ja, we Metson. Ja? Ja. Hij King? Nou, kom maar. Ja, zeker. Het is wel een natte bende, hè? Oh, dat geeft niks. Maar dat is het overal. We hebben je opgekleed. Ja, ik zie het vooral je schoenen, ben echt. Ja, een beetje beton draaien. Ja. King. Dat is mijn taak, zeg maar. Oh, doe maar eens draaien. Ja, ik draai dit. Oh, zet ook weer met een verandering. Ik heb echt geen idee. Ik doe maar wat. Ik doe de wat erin en ik... Ik gooi er gewoon wat bij en dan zie ik het wel. En dan moet ik hem aan de rem? Ja, nou, ik kijk nou en dan gewoon even hoe het eruit ziet en dan... Ja, precies. Maar volgens mij draai ik ook wat weinig, want zij hebben eigenlijk de koren specie voor. Ja. Wat moet nou eigenlijk worden? Dit moet een paardenstal worden. Ze staan nou nog buiten en dat wil ons ook wel. Ja, maar nou, ben deze wel geschikt voor het al. Ja, dat wel. Alleen die met het witte dek die is wat older en die moet eigenlijk wel onder dak. Ja, dus, ja, precies. Ja. Maar zo om die motje, nee? Ja, ik denk het wel, maar het is misschien ook wel cool. Ja, heb jij verstand van beton, hoor? Ja, zeker. Kun jij dat doen? Ja, dat moet die koren onder zijn. Ja, dat doe ik dan. Als ik dit doe, ik kom er niet in bedwang. Oh, ik moet hem erin gooien. Ja, okay. Geen probleem. Ja, kom gauw. Oh ja, Tom, zeg maar. Ja. Kijk, daar komt het al aan. Ja. Zal er niet gebeuren, mensen. Ik zal je er ook wel aan, jongen. Doe eerst... Is dat je hobby, die hobby? Ja, trekkers is mijn hobby. Zo even kijken? Ja, tuurlijk. Even kijken. Oh, dit is nog echt, hè? Een Lans Bulldog. Een van de laatste. Deze is vrij modern, voor een Lans Bulldog. Deze kun je al elektrisch starten. Die hoef je niet met de hand aan te gooien of eerst te branden. Die kun je even elektrisch gloeien en dan wil het starten als het goed is. Ja, is er nog meer? Ja, we hebben nog meer. Wat zien? Ja, zeker. Oh. Nou, dat is de hek van de Dam. Iemand geweest? Ja, kijk, hier stond er ook een voor. Wat is dit? Deze moet je nou wel met een brander voorgloeien en dan met de hand aangooien. Hij staat een beetje voorpakt even voor de winteropslag. Maar dit is een licentiebouwlands. Dit is een pampa, die komt uit Argentinië. Is hier een serieus uitloor? Ja, dat is een tropenuitloor. Ja. Wat bedoel je? Ja, die hebben ze door in de tropen, zo hier dat is het model. Ja. En wat doe je ermee? Ja, eigenlijk niks.
Ja, ja je kent er weinig meer. Dit is wel haar voor jou, Dirk, of niet? Oh, ik vind het mooi, man. Ja. Het is een binnen een museum, ja, kerel. Ja, nou ja. Dat wil ik zeggen, hè? Je kan niks weer geen afstand nemen van spul, hè? Je wilt alles houden. Jullie wonen hier in die schuur? Ja, we wonen natuurlijk in deze schuur. Dat we hier met goed fatsoen hebben. Je kan wonen. Het is de bedoeling dat we met, die, met de boerderij, zeg maar... in verloop van tijd dat we door gaan wonen en dat willen we opknappen. Die boom die ben net zo hoog als het huis. Ze zeggen dat huis op de wortels van de boom staat. En dat huis zeg maar met beweegt, hè. Kun je er ook al in de buurt zien, dat het allemaal wat verzakt is. En de weg is er omheen leidt. De weg is er omheen leidt. Goed, je zit in het bocht hier. Ja. Ja. Het is een mooi model, huis. Ja. Het is ook mooi. Ja, het is ook niet zo idioot groot dat het niet te overzien is. He? Ligt er een meer of is het kazientje een beetje schuif? Ja, hij is ook niet zo hoog. Bij mij is het helemaal niet. Het is op mij mokt. Nou. En heb ik hakken aan, pak ik deze kant. Heb ik platte schoenen, pak ik die kant. Zo naar dat. En Buk? En Buk, hè? Nou, perfect, niks meer aan doen. Ja, ik ken zo in, dat is allemaal kloor. Oh, pas op. Het opstapje? Oh, dat nog opstapjes, ja. We zijn nu in het halletje, neem ik aan. Ja. De hal. Ja, nou ja, in sausen. Ja. Dit is een soort woonkeukenje geweest, neem ik aan. Ja, hier zaten ze altijd. Er was vroeger een hal en daar zat eerder een voordeur. En daar zat de deur naar de stad toe. En in de oorlog hebben ze dit dichtgemaakt. Maar ze hier gewoon wonen, want dan werd het goedkoper en makkelijker warm te houden. Piano staat er al. De piano staat er, draaiorgel staat er, dus muziek hebben we. Draaiorgel? Nee. Kunnen jullie de uitzending wel blij mee, hoor? Ik ben hier gewoon, ja. Maar wat is dan voor repertoire? Iets chronisch? Van alles. Ja, daar weet ik ook niet wat het... Hier, Foxy Fox. Foxy Fox. Ah, ja, dat is wel mooi. Van Nico Haag is dat, ja? Ja. Ik word hem eens toen aan het draaien, hoor. Nou, hij is eigenlijk van mijn mama. En hij staat hier. Ja. Maar die had natuurlijk zo'n helemaal plak voor me. Op het duur dan staat het ding weer in huis. En dan ben ze er flauw van. En dan moet er hier maar staan. Ja. Zo. Geweldig. Ken je hem wel, Foxy Fox Trot? Ja, natuurlijk, was natuurlijk Foxy Fox Trot. Ik wil maar even zeggen, er zit een middagwaak in de huis. Je gewoon hier wonen. Dat is de bedoeling. Alhaak? Geen idee. Geen idee. Dus je mag een beetje doe geen uitspraak over. Nee. Die honden een beetje in de hoorn. En als we hier ook goed schuilstaan zijn, kan ik een keer relaxen. Helemaal goed. Ja? Ja, altijd welkom. Nou, geniet ervan met je bike. Ja, komt goed. Mooi man. Kom hier, kom hoor. Je hebt wel moutjes in eerste. Wat is dat voor een vlag, hè, Jan? Ik schrijf me in Zoom, hoor. Hier, zeg, wat voor een vlag is dat? Suriname? Ja, dat zit ook in de hemel van die sterren, toch? Ja. Nou, wat nou? Een vraag, toch? Ik denk dat je een vroeg, maar... Oh, jij hangt er ook al een zijtje. Zo is dat? Beetje flartjes eraan. Ja. Ik had mij worden van eerst. Mooi. Goedemorgen. We hebben heel nieuwsgierig. Nou? Die vlag. Wat voor een vlag is dat? De Suimhuste vlag. Oké. Okay. Die nog eerst, misschien de Suriname, omdat hij ook stelletjes hebt, maar de Suimhuste vlag. Suimhuste vlag. Ja, dat ook nog een betekenis? Ik hoor er nog wat bijzonders bij. Bovenin zitten zeven sterren. Ja. Van Suimhuste natuurlijk. Oh, wacht even. Oké, nou komen we er al dichterbij. Ja, dan kom je dichterbij. Ja. En ja, de kleur, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Ik hoor in ieder geval wat een vlag het is. Ja, dankjewel, hè. Helemaal goed. Oké. Okay. Oh, wacht eens in. We zijn er. Ja. Wat betekent dat? Een rest. Nou, ben je van net in Drenthe, zo steeds? Ja, ik zie het. Zadeldekje uit Friesland, klopt dat goed? Ja, zeker. Ja, mooi. Is die zwaar ook wel vriendelijk, maar... In Drenthe. Ik denk nog eens een keer in Drenthe, kijk. Ja. Drenthe, kijk. En hebben we dit weer. Ja. Goed volk. De hondjes zijn koest, heb ik hem geregeld. Is toen die honden een beetje rustig, man? Ja. Jongen. Ja. Hey, we hebben het over het zodeldekje. Oh, zo is dat ook nog. Je bent scherp, Dirk, ja. Goeiedag. Bist toen echt de Drent?
Nee, ik ben Fries. Ik ben niet al bang voor, want wie ben je nou toch in Drenthe? Dit is net, ja, we zitten net op een grens. Hè? En hierachter zitten drie provinciën. Ja. En daar is ook het drie provinciepunt. En dit is nog net Drenthe. Kijk, ja. Dat wel houdt. Die kant op gaan we naar Friesland en die kant op gaan we naar Groningen. Wie wonen op drie landen, Kie. Nee. Ik moet even met die jonge dame in proop. Ja, dat mag. Jonge dame, wie moet even proop? Hij schrikt nog even van de microfoon, hè? Nee, hoor, valt wel wat. Oh, wie riep net een klein stukje Drenthe in. En het eerste wat we zo in die met die Frieszadeldekje. Ja. Ja. Wist je een Fries in? Nee. Ik ben echt een grunniger. Oké, hij is Fries. Ja. En Peer is Fries. Ja, dat klopt. En ja. Ik wil gauw zijn. Hè, dus, maar waarom is het een Frieszadeldekje? Een Frieszadel, want dit is een Fries. Oh, vanwege de eigenaar, ja. Vanwege de boer zelf, zeg maar. Ja, precies. Oh. Famke heet ze. Wat is met dit Peer? Echt voor de hobby rijden, zeg maar. Ja. Ja. Ja, echt voor de ontspanning. Wat een indrukwekkend beest. Ja, zeker. Beest, ja, mag je dat zijn Peert zeggen, maar machtig, hè? Ja, ze is ook hartstikke braaf, hoor. Ja, hè? Dus ik ben ook heel blij met haar, ja. Heb ook echt een Friese naam? Famke. Dat is kabaan, hè? Ja, een Friese naam. Kun je ja. ons een kleine demonstratie geven? Maar nou, ik ben net aan het uitstappen. Oh, ze is aan het uitstappen. Uitstappen? Ik ben net ook goed gestapt. Ja. Nou, stap maar een beetje uit, hè. Uitstappen. Ja, dat is de laatste rondjes, zeg maar. Oh, de cooling down. Ja, de cooling down. Om gauw Fries te zijn. Ja. Ja, dat is hartstikke mooi. En ik vind het mooi om bij haar te kijken altijd. Dus, ja? Ben je nog steeds naartoe staan? Ja. Ja, prima. Nog gaat mooi. Prima. We zitten tevreden. Hoe komt het snelst in Friesland? Ik denk die ik kan op. Doe, hè? Ja, recht van Holleweek. Dan steek ik een valkantje over. Ja. En dan komen we bij staat er in een bordje van welkom en zo. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Hoe is jouw Fries trouwens? Ja, maakt zo best. Okay. Boete, nee, Brie en Grien het Siers. Wat bleek? Boete, Brie en Grien het Siers. Wie dat net zo kennen is geen oprechte Fries. Oké. Okay. Ja. Dat was twee bericht volgens mij. Mooi. Ja, het is goud. Het is goud, jongens. Mooi. Voor mij gaan we Drenthe weer uit. Ja, als gauw is het Confedor in Friesland. En waar zijn we nu dan? Dit is niks. Dit is helemaal niemand. Dit is niks. Okay. Maar dit is Oost-Stellingenwerf in Friesland. Ja. Nou, de omroep trim op. Ja, zet maar even wat Fries erop. Van de gemeente Ljouwert was eer betoond aan de Frieske Hoenderras. En dat is dan de Nederlandse Vereniging voor Stapij en Wetterman. Verslaan Ljouwer hier. Attentie. Ja, wat zegt preventie? Hou op. Hoe noemen we dat? Houlewijk? Houlewijk? Houlewijk. Houlewijk. Dit is voor mij de Houlewijkste vlag. Met die bootje er aan. Denk ik ooit wel. Oh. Mooi hier. Schitterend. Baasje, hebben we droegwaar. Mooi dan. Ja, droegwaar hebben. Droegwaar. Mag ik dit vragen? Ja, zeker. Mijn vader is groot fan van jullie. Ja? Ja, die kijkt elke dag, of elk weekend, elke dag. Ja? Ik vroeg me af, zouden jullie hem misschien een keer een verrassing kunnen geven? Ja. Maar hij zegt, ze komen hier nooit een keer in Houlewijk. Ja, ik kom zo achter die aan, Rien. Maar stem dacht, ik kom zo achter die aan. Doen we dat? Gewoon, ja. Is het paan voor ons? Is die paan voor ons? Hij is Drents. Oh, dat is jammer. Oh. Ja, hoi. Sorry hoor. Wat ben je Vries nou? Hoe hier? Oh. Oké. Mooi. Versteert u wel Vries? Doe maar rustig Vries in je brood. Oh. Doe maar eens echte. Ja, ik ben echte, ja. Ik hoor de beuker in. De Broenenburg. Oh, ja, nee. Dat is een Fries grapje, die ken ik al. Okay. Ja. Je brood had die Fries hier. Hier in Houlewijk wordt het meeste wat Fries praten, ja. Ja, mooi zo. Oosterhol, de appelschaat, wat meer krummen, zeg maar. Maar hoe meer daarin gaan, denk even naar de woorden. De woordpieken. De woordpieken. Hoe die daarin gaan? Die drachten, Dokkum, die kant uit, dan ben je net in de Wouden. Ja. De woordpieken in daar. Dat ben echt. Ja, ben echt. Oké. Dan zitten we als wij dat dorren, dan dorren we dat. Ja. Oké. Okay. Ja. Hoe de groet, man. Mooi. Ja, hoi. Ik zou zeggen erachteraan, hè, Dirk. Ja. Ach, dit is helemaal raar, hè? Ja, daar moet ik wel aan. Ja. Ik kijk er gewoon wel in. Mijn gevoel zijn niet dat we nou aan ze samen joggen. Nee, de hinder is in het veld. Hier mogen we wezen. Ja. Oh, god. Ja, ik had het al gezegd. We zeiden het. Wij hopen dat ze een keer hier komen. Wie kwam dat je jong net tegen? Ja, mooi. Hij zei, je mag niet meer gewoon zeggen.
Ja! Dat was niet idee, hè? Ja, ik dacht, ik moet er even achteraan, want het valt op. En dat gebeurt eigenlijk nooit. Nee. En Sarah, ze kijken elk weekend, elke keer weer. Altijd! Ja. In Friesland. In Friesland, maar wij willen graag het mooi doekje. Ja. Het mondkapje. Ja, ik heb hem. Ja, mooi. En ja, doe eens de vader in kwestie. Ja. Ja, jong. Ja, jong. Dus? Ja, ik ben in Groningen geboren, hè, vroeger. Dat. Ja. En volgens die zoon bist toen Drent? Ja, Lord, daar heb ik in één woon, dus hier net over de grens, zeg maar. Ja. Dat is gemeente Noordenveld. Ja. Nou, en nu wonen we hier vanaf 94, zeg maar. Dus. En praat ook Fries, hè? Nee. En wat komst toen ervoor? Ja, ik ben net de Fries heen. Je woont helemaal op drie landen, kijk ik heb af en toe. Dus wie ben ik in Drenthe geweest, in mijn Friesland geweest, en nou, kijk eens even aan. Even het verschil maken, zeg maar. Ja, het gebeurt eigenlijk nooit. Nee. Ja, ik zie jullie rijden, ik denk, het moet gebeuren, maar ik zal ze krijgen. Dus ik zei... Je moet hem verder van mij knippen met die beurs. Oh ja. Oh, de beurs. Kom maar, kom maar. Leuk. Ja. Mooi. Nou, en wat brengt de dag vandoor verder nog? Ik was eigenlijk bezig met de kerstversier. Ja, nou, maar ik heb een hele mooie slingerkoffer achter bij Droom, maar en hij is te groot en te lomp. En te lomp? Dus ik heb hem weer inpakt in de deus, voor de met. Wat moet er nou in? Daar weet ik nou niks van. Nee, we geven hem maar weg, denk ik. Of wat voor met neem ik nog een? Ja, dat mag ook. Ja? Ja, dat neem ik mee. Dan hebben we er eigenlijk zo'n in geen moment. Ja, dat mag. Ik ga een doosje met hem op. Ja, toch? Ja, een beetje kerstversiering is al niet welkom. Ja. Je kijkt dat hij dus je zoon wel voor het recht komt. Toch? Ja. Nee, toch? Oh, dat kijk ik. Ja. Ja. Nou, dat zou ik erbij. Kom aan, hè. Vind ik tof. Oké. Kijk, dit is wel mooi weer erbij voor de kerstverlichting. Soms is er advies nodig, hè? Hoe ben jij met het aanbrengen van kerstverlichting? Ja. Ja? Ja. Nou, dan helpen we toch even. Is die mevrouw die gooit hem nou omhoog, Tamma? Ja, Tamma? Is dat vang, hè? Tamma? Ja? Ja! Goed zo. Oh, Bino. Niet? Wilt wat? Ja. Ja? Ja, je moet wat, hè, om deze tijd. Je moet helemaal rondom met de verlichting. Ja. Ja, bijna. Ja? Ja, een klein stukje. Dit is 27 meter. En voor de rest is het wel goed eigenlijk. Ja, hè? Ja. En heb je echt het hele hoes echt in de kerstversiering? Ja, we hebben problemen met die vrouw nou, hoor. Dat was even stil, weet je. Dat was wel in Engels, bro. Nou, kist niet wel verstaan, toch? Plaats gewoon niet. Sorry, I cannot speak Netherlands very good. Nee. Where do you come from? I'm from Indonesia. Maar ja. I already living here about 4 jaren, maar... 4 jaren? Ja, maar still leren Nederlands praten. Ja, is dat moeilijk? Ja, een beetje moeilijk. Ja. Where did you meet? Oh, we meet our friend's house. Ja. Oh, wacht even, nou komt het romantische gedeelte. Dan mag ik niet wezen, hè? Nou, wat is er gebeurd met jou? Het is namelijk zo... Ik heb een beetje een uur aangelopen hobby. Ik onderhoud een stukje tuin. En wat dieren. Ja. En daar kwam zij toevallig ook. Wie die dan? Bij mijn vriend van mij dan. Ja? En zo kwam van het een en het ander, ja. Je bent ook al zomer in Indonesië geweest? Nee, nog niet. Dat moet nog. Ja? Ja. You want to go together to Indonesia? Ja, of course. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Familie woont daar nog? Ja. Ja. Mijn kinderen ook daar. Ja. 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 En waarom hij? Waarom? Why him? Ja, yeah, because he is a nice guy. Ja, I asked you about it. Ja, nee, ja, ik denk ook wel, ja. Mama. Ja. En nou helemaal gelukkig met je baard. Ja, zeker weten. Ja, hè? Ja, dat kan niet beter. About de Christmas versiering, zeg maar. Oh ja, gezellig hier. You need some more Christmas versiering? Ja. Inside. Ja, we met ons... Heb je genoeg? Ja, yeah, we have a Christmas tree inside. Because we have nog wat. We have nog wat. Oh, kijk eens even. Uh-huh. This is if you like it, it's for you. Ja, yeah. Oh ja, yeah. Yeah. Of course we like it. Ja, dan moeten we hem aanpakken. Dan moeten we hem ophangen samen, hè? Nou, dat kan wat worden. Is dit nog kapper geweest? Nou, nee. Nou, ik kwam net al een douche van aan. En Moeke die zegt van, Derry komt eraan. Ik denk, nee! Je hebt wel fancy, Dirk. Ik weet niet hoe het kan. Ik kijk of dat met je aan liet.
Vind je het mooi? Ja, ja, mooi. Kist dat wel een beetje grunnigs, verstomd? Je lekker, Dirk? Hé, hey, ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Even met Joyce even naar gezellig. Een FaceTime, hè? Alleen, is dat wat moois voor ons, Joyce? Ja, ik heb zeker wat moois, want ja, Sinterklaas is natuurlijk weer in het land. Ja. Ja. Die hebben geen Sinterklaas in de show nog. Ja. Precies. Ja, ik schoon me een beetje, want ik had alle Sinterklaas vergeten. Dus, dom. Dus, maar, ja, doe ook, ja. Ja, een beetje wel, ja. Ja, doe ook. Dus, maar geen niks. Maar, speak maar weer. Ja. Speak. En dan gaan ze ook echt een beetje met Sinterklaas een beetje rond en zo, dat soort dingen? Ja, ja, normaal komt hij op één plek, hè? Maar nu gaat hij het hele dorp rond. Oké. Oké, gezellig. Op alle straten. Hier gaan we speak. Kom je, Sinterklaas komt daar. Yeah. In de kloof, hè? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Oh, ja. Hoi. Hij komt eraan. Wat vind je ervan? Leuk. Ja, hè? Ja. En zo kent het ook, hè? Ja, simpel oplossing. Ja. En, begin van het dorp. Ik hoop dat het straks nog veel drukker is. Ik hoop dat er veel mensen heen komen te kijken. Hartstikke leuk, man. Ja, mooi zo. Zo moet er ook. Simpele oplossing. Ja. En kleine moeite. Ja, oh, kijk eens even. Hoi, zo ben ik. Dan krijg jij deze van mij. Alsjeblieft. Sinterklaas. Sinterklaas. Dag Sinterklaas! Hey meneer Dirk! Ja man! Ja, ik zie het! Is het te doen in deze coronatijd, Sinterklaas? Ja, de 1,5 meter is te handhaven. Ja precies. Dus dat doen we gewoon. Gewoon in een rondje de spiek? Ja, in een rondje spiek. En dan weer hoes aan? De hele straten gaan we doen, begreep ik, van de organisatie. Ja, mooi hè. Ja, ik ben hier ook vreemd natuurlijk. Ja, maar op deze manier... Ik kom ook maar binnen hè. Ja precies, ja. Ik sta het allemaal wel. Hoe is het met u? Ga prima, dankjewel. Ook nog prima. Ja hoor. Ja, dankjewel. Sinterklaas? Ja, dank u wel. Ja. Nog veel plezier. Tot ziens, hè. Ja, mooi dan. En nog een keer. Sinterklaas, hè? Mooi, hè? Ik denk dat hij een beetje verlegen is. Ja, logisch ook toch wel een beetje. Maar zo kent hij ook, hè? Ja, gezellig. Vanavond wordt er misschien wat bezorgd. Oh. Heb je wat in je schoen vanavond? Sinterklaas. Sinterklaas, hè? Heb je een cadeautje voor mij mee? Ja, ben jij wel lief geweest, jongen? Ja, ik ben lief geweest. Oké. Okay. Krijg jij 5 december een cadeautje van mij? Dank u! Mooi toch? Ja, zo kent Sinterklaas dus ook. Ja, dus fruit. Ik wil bij het heren komen van Expeditie Grunven van Hoog. En wat ons betreft, bedankt voor het kijken. En bedankt meer voor de gewoon weer. Hey, mooi hè?